ogen. En ik moet eerlijk zeggen, vanmiddag hield ik het ook niet droog. En nu is het moeilijk. Ik stuurde Mark een berichtje met de volgende woorden. Dit is de kroon op ons aller werk en jij bent degene die de kroon van puur goud heeft gesmeed. Graag wil ik een heel groot applaus voor onze regisseur Mark Sander. Theo Schetter zei, als ik dan toch gevreemd moet worden, dan het liefst door Mark Sanders. En als we toch bezig zijn, Tegenwind zal nooit zo indrukwekkend in beeld zijn gebracht zonder de drone-kunsten van Cedric van Bokkel. En nooit... Ja, applaus. ...zo glashelder hebben geklonken zonder de geluidswonderen van Gedeon de Pauw. Zelfs het geronk van mijn oude cabriootje wist te temperen. En nog een laatste applausje voor de brede en sterke schouders van onze steun, toeverlaat en gover Erik Diasson. Tegenwind team, waarvan de meesten hier vandaag ook aanwezig zijn, van harte danken voor hun inzet en toewijding. De presentatoren, de ondertitelaars, de transcriptors, de ushers hier vanavond. Vanavond ook Dirk Teuns, die is komen filmen. En alle mensen die op andere manieren hebben meegewerkt. We hebben ons met tegenwind allemaal belangeloos geworpen op een opdracht die wellicht een van de belangrijkste in heel ons leven zal zijn. Persoonlijk weet ik dat ik nog nooit iets heb gedaan dat zo maatschappelijk relevant en noodzakelijk is als tegenwind. Natuurlijk willen we ook jullie bedanken, onze volgers, delers en donateurs. Honderden steunberichten kregen we van jullie. Sommigen enthousiast, sommigen hoopvol, anderen wanhopig en verdrietig omdat we met z'n allen zijn kwijtgeraakt gedurende deze crisis. Er zijn weinig die bij de coronacrisis hebben gewonnen. Bijna allemaal hebben we verloren. Sommigen erg veel, te veel. Economisch, maatschappelijk en persoonlijk hebben we allemaal enorme schade geleden. Voor sommigen is die schade niet meer te repareren. Enkele trekken weg uit deze maatschappij, begrijpelijk. We kunnen enkel hopen dat het tij keert. Maar deze donkere wolk heeft ook een gouden randje. We hebben ook elkaar teruggevonden. Hier en nu, in deze zaal, is dat heel concreet geworden. Tegenwind nodig om te vliegen. En jullie hebben ons met jullie massale steun de vleugels gegeven die ons op de perfecte thermiek mee hebben gevoerd. Onze dank daarvoor is immens. Schoenmaker blijft bij je leest. Dat spreekwoord hebben we tijdens het afgelopen half jaar vaak gehoord. Wie geen expert was, diende zich niet uit te spreken over corona. Niet over het virus zelf en niet over de maatregelen en niet over de gevolgen ervan. Want wat weet een leek daar nu van? Ik, nog mijn collega's, behoren tot de experts. We hebben ons dus bij onze leest gehouden. De leest van journalist en documentairemakers. De leest van vragenstellers. Mijn partner in crime, Alain Grothuis, en ik zijn ons halve leven als journalist. De journalistieke reflex, het vragen stellen en verhalen vertellen zit ons in het bloed. We krijgen vaak de vraag om ons op te stellen als activist. Maar dat is onze taak niet. Wij zijn en blijven journalisten in hart en nieren en we willen dan ook vanuit die functie een licht schijnen op alles wat bewust of onbewust onbelicht blijft. Als respectievelijk journalisten en cameraman-regisseur hebben wij ons vanuit ons eigen vakgebied nuttig proberen te maken en de mensen waarvan wij vonden dat ze iets zinnigs te zeggen hadden over de coronacrisis het woord gegeven. Het woord dat hen elders werd ontzegd. Wetenschappers voor een vijftal dagen uit hun werkruimtes, hun praktijk of hun leslokaal gehaald en onder de Spaanse zon vrij letterlijk even uit de wind gezet, opdat zij, soms voor de allereerste keer,
hun verhaal zouden kunnen doen en een visie uiteenzetten. Ongestoord, ongefilterd en ongecensureerd. Finca Don Carmelo en de omgeving daarvan in het immer zonnige Andalusië was, zoals de Franse filosoof Edgar Morin het uitdrukt, gedurende de opnames van een paar dagen veranderd in une petite oasis de vie et de fraternité. Een schuilplaats voor de storm en een haven voor het vrije woord. Dat was niet alleen fijn, dat was broodnodig. 6 gerespecteerde academici met alle minstens dokter Anders en de meeste professor dokter voor hun naam, waarvan een aantal het afgelopen anderhalf jaar behoorlijk wat tegenwind kregen omwille van hun professionele visie op de crisis. Een paar van hen zijn mond doodgemaakt, nog een aantal van hen werd openlijk geridiculiseerd of van LinkedIn gegooid. Een van hen, Sam Brokken, verloor zelfs zijn baan omdat hij zich anderhalve minuut op de mainstream media uitsprak tegen het kortzichtige coronabeleid. Op basis van de gegevens uit Israël merkte hij al op 14 februari op dat de vaccins niet de verwachte en geclaimde efficiëntie hadden en dat er veel doorbraakinfecties bij gevaccineerden werden vastgesteld. Iets dat toen met klem werd tegengesproken door epidemioloog Pierre van Damme. Vandaag zien we met eigen ogen het grote gelijk van Sam Brokken. Voorspellende gave van deze Sensible Six. Ondanks het feit dat het ronde tafelgesprek al op 2 juli is opgenomen, blijven al hun argumenten en hun inzichten overeind. Ze zijn stuk voor stuk visionair gebleken. Ze waren het lang niet over alles eens trouwens, onze protagonisten, maar over één ding waren ze het eens. Zonder dissidentenstemmen in het debat kan er geen sprake zijn van wetenschap of vooruitgang. Censuur is in feite slechts een uiting van angst. Angst voor de mening van een ander. Samen met professor Lieven Annemans kwamen we aan het einde van de 6 portretten van tegenwind tot de conclusie dat het tegenovergestelde van angst liefde is. In liefde voor onze wereld en onze vrijheid en die van onze kinderen hebben wij met deze documentaire tegengas gegeven en met een respectvolle benadering die de waarde van de journalistiek in ere houdt. Een alternatief geboden voor de polarisatie, de betutteling, de inperking van onze vrijheden en de angstcultuur die de huidige beleidsmakers bijna overal in de wereld hebben geïnstalleerd. Dus dit is de langste speech van de avond, ik ben er bijna. We leven in een wereld waarin journalistiek is verworden tot propaganda en wetenschap tot wetenschapsideologie. En daarnaast zijn beide onderhevig aan corruptie. Follow the money. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Censuur is de blinddoek voor het geweten, schreef de Vlaamse dichter Joost van Akker. En taal is veelzeggend en woordkeuze is alles. Er is dus verwantschap tussen het zelfstandig naamwoord geweten en het werkwoord weten, waarvan het voltooide deelwoord immers ook geweten luidt. Beide woorden delen dezelfde oorsprong. Misschien is het nu tijd voor wetenschappers om de hand in eigen boezem te steken en aan gewetenschap te doen. En misschien is het tijd voor de journalistiek om terug te keren naar het principe van waarheidsvinding. Censuur staat uiteindelijk deze beide nobele doelen in de weg. In december, 23 december was het,
toen ik hoorde dat het mRNA-vaccin goedgekeurd was. En ik denk, dit kan niet, dit is niet goed. Maar niemand zei er wat. Dus toen dan in Nederland gepland werd om op 6 januari de eerste prik te zetten, toen zat ik bij Flavio. En ik wou zeggen, ik was eigenlijk, ik bibberde, ik was onzeker, maar ik denk, ik moet dit doen, want ik weet hoe dit zit. En men moet niet de hele wereld gaan inspuiten met mRNA-vaccins. En ik voelde me alleen. Ik had met Bernadette, mijn vrouw, afgesproken van, we doen dit. En dan doen we 4 weken maar niks. Dus telefoons uit. En want ik heb geen zin in allerlei journalisten enzovoorts. Laat het dan maar zijn werk doen. Ik had nooit kunnen bevroeden dat ik hier vanavond zou staan met zoveel mensen voor me. Dank u wel. We moeten afstand houden. We moeten mondkapjes op. We moeten ons laten vaccineren. Ik vind dat het tijd wordt voor ontmoeten. Dus houden we daarmee op. En het ontmoeten, dat heeft natuurlijk ook de andere betekenis. Dat wij elkaar opzoeken. En dat wij elkaar steunen in deze tijd die helemaal niet makkelijk is. En daar iets, daar kracht uit halen. En ik zal in ieder geval mijn steentje blijven bijdragen. En ik reken ook op jullie. Dankjewel. Door een vorm van hypnose gaan, dat de wereld door een vorm van hypnose gaat.
Een hypnose wordt gecreëerd door een stem. Een stem die voortdurend via de massamedia de wereld bereikte. En als er geen tegenstem meer brengt, gaat de hypnose compleet door. En vandaar, het is enorm belangrijk, denk ik, dat we ons best doen om op een zo oprechte, eerlijke manier onze stem te laten klinken en een tegenstem te bieden. En aan de ene kant moeten we dat doen om een effect te hebben op de anderen. De anderen, u staat voor de boom, wist dat al in de 19e eeuw, als er zich een massa vormt en er klinkt geen tegenstem, dan wordt die hypnose steeds dieper. Dan gaat de massa over tot gruwelijkheden op termijn. Dat is iets dat we zeker moeten proberen vermijden. We moeten op dat punt iets leren uit de geschiedenis. Het is al een paar keer gebeurd en we moeten zorgen dat Hegel zei, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert. En dat is misschien voor sommige mensen waar, maar dat is ook voor sommige mensen niet waar. En ik hoop dat er genoeg mensen zijn die beseffen dat spreken hier van ongelooflijk belang is. En aan de ene kant, om een effect te hebben op een ander, maar ook, zeker, misschien wel belangrijk, om een effect te hebben op onszelf. En ik ben in het begin van de crisis beginnen spreken, ik deed dat daarvoor niet. Ik sprak wel, maar vooral in de academische wereld. En toen deze crisis begon, de eerste dag, heb ik gezegd van ja, ik ga een opinie straks krijgen. Ik ben beginnen spreken in de publieke ruimte en ik ondervond. Ik heb mijn best gedaan om dat op een zo rustig mogelijke manier te doen. En ik ondervond dat direct bepaalde effecten had op mij. Dat ik op een of ander niveau versneld mijn evolutie doormaakte als mens. Ik denk dat te maken had met de voortdurende noodzaak om mij te beheersen. Ik kreeg nogal wat modder naar mijn hoofd gegooid. En ik wist van, als je hier niet kalm blijft, ga je naar twee mogelijkheden hebben. En dat is ofwel zwijgen, ofwel jezelf kapot maken. Dus ik heb geprobeerd om zo kalm mogelijk te blijven, om toch te zorgen dat ik bleef zeggen wat ik wilde zeggen. Dat ik het goed had, dat wat ik zei, dat ik er werkelijk achter stond. En op een of andere manier heeft dat mij geholpen, of heeft dat als effect gehad dat ik als mens een weg afvraagde. En ik denk dat op het moment dat je dat effect voelt in jezelf, voel je ook dat deze crisis een zin heeft. En dat deze crisis er in een zekere opzicht moest zijn. Niets gebeurt in de natuur en in het leven, denk ik, zonder dat het op een bepaald niveau zin heeft. En ik denk dat een van de vormen van zin van deze crisis kan zijn dat hij ons leert om te spreken, ook als 90% van de mensen iets anders zegt dan wij denken. En dus dat is. Die blijft spreken en dat er een pad open blijft voor die groep om zich te blijven distancieren van wat er gebeurt. En gemakkelijk zal het zeker niet zijn, denk ik. Ik denk dat we ons op dat punt geen illusies moeten maken. Het proces dat zich nu aan het afspelen is, zal zeker nog toenemen in intensiteit, denk ik. Maar dat er een spoor gaat openblijven. Daar geloof ik in, en het gaat in de eerste plaats afhangen van de mate waarin we spreken. Voilà. Hij zegt een beetje lief, hè? Ja. Hij verdikt het wat ik doe. Okay. Ik heb een papiertje meegenomen, omdat ik onder andere twee gedichtjes ga brengen die ik geschreven heb en ik in mijn eigen gedichtje niet van buiten, dus ik heb papier nodig. Ik ga beginnen met een heel kort gedichtje dat gaat over onze planeet en de titel is Aarde.
Wat gaat er van de onderwereld worden? De blinde blauwe bol die steeds maar sneller draait. Hij raakt verhit en slaat de bol. Hoe zouden andere sterrenstelsels hem benoemen? De ontaarde aarde, niet bestand tegen wat nog komen zal, of lacherig, de dorpsidioot van het heelal. Ik heb dat gedichtje geschreven in 2017. En ik denk echt dat de kans groot is dat er daar inderdaad buitenaardse wezens zijn die naar ons zitten kijken en denken: wat zijn die mee bezig? Wat gebeurt er dan? Maar goed. Ik denk uiteraard, we hebben een samenleving nodig die alle mensen toelaat om zich optimaal te ontplooien, in vrijheid, in verbondenheid te kunnen leven en een samenleving die de rechten van al die mensen ook vrijwaart. En wij als individu, wij bepalen mee de samenleving waarin we leven en we kunnen er ook vorm aan geven. We hebben daar ook wetenschap bij nodig en goede wetenschap is een drijvende kracht in het trachten te verbeteren van de samenleving. En goede wetenschap wordt ook gekenmerkt door vragen te stellen. Vaak vragen die beginnen met het woord waarom. En ik zou graag een aantal waarom-vragen met jullie delen. Waarom zien we nog steeds vandaag mensen in het straatbeeld die maskers dragen? Waarom hanteert men nog steeds de PCR-test om de epidemie in kaart te brengen zonder duiding, zonder nuancering? Waarom heeft men beslist tot een tweede en een derde lockdown, ondanks de diverse aanwijzingen dat de nadelen ervan merkelijk groter zijn dan de voordelen? Waarom ging men over tot massavaccinatie met vaccins waarvan men niet wist wat de effecten en neveneffecten op termijn zouden zijn? Waarom werd er geen betere risicobatenanalyse gemaakt? Waarom werd er haast niet gecommuniceerd over bestaande moleculen en nutriënten die kunnen helpen ter preventie of ter behandeling bij de eerste symptomen van COVID-19? En waarom houdt een moordicus vast aan het CST terwijl het door het valse gevoel van veiligheid wel eens de motor van deze groepen wordt veranderd? Misschien moeten we het COVID-stimulating ticket noemen. En de belangrijkste vraag is de volgende. Waarom stellen zo weinig mensen deze vragen? Ja. Waarom is er zoveel onwetendheid? Maar nu het goede nieuws. Onwetendheid is tijdelijk. Daarom is het echt nodig dat we met z'n allen deze en andere vragen blijven stellen. Niet alleen aan onszelf, maar vooral ook aan onze medemensen. En niet op een verwijtende manier, maar op een respectvolle en verbindende manier. Het is dus heel simpel, we houden het hoofd koel en het hart warm. Ook van de media, ook van de journalisten, verwachten we dat ze kritische vragen stellen, zodat ook hun lezers, hun luisteraars, hun kijkers ook dan op hun beurt die vragen kunnen stellen. De code van de journalistiek, dat kunnen we eens gaan nagaan op het internet, die houdt onder andere in dat de journalisten waarheidsgetrouw moeten bericht geven en onafhankelijk informeren. Ze moeten objectieve en kritische observatoren zijn en reflecteren. Gisteren nog las men op de radio de hoofdpunten van het nieuws voor. Een lockdown voor niet-gevaccineerden in Oostenrijk en een algemene ophokplicht voor kippen, bij ons. Ze doen dat in één adem, en zonder verpikken. Dus graag wat meer reflectie ook bij de mensen. Jullie weten misschien dat vandaag ook Sinterklaas aankwam in Antwerpen. En dat kinderen in Sinterklaas geloven, dat is prachtig. Maar dat zoveel volwassenen vandaag zo goed gelovig zijn, dat wijst er toch op dat de GPS die ons op weg moet brengen naar die vrijheid, dat die toch aan een update toe is. Maar ik blijf optimistisch, want kenmerkend aan optimisten is dat zij een oplossing zien voor elk probleem, terwijl pessimisten een probleem zien bij elke oplossing. En wij moeten optimisten. Thank you.
Kunnen we ons natuurlijk optrekken aan Witte Raven, en ook in de journalistiek zijn er Witte Raven. We hebben hier twee Witte Raven bij ons, namelijk Jacobien en Alain. En zij hebben echt hun kritische geest gebruikt als een drijvende kracht om deze prachtige serie te realiseren. Uiteraard samen met Mark en zijn schitterende ploeg. En het is toch wel een ongelooflijk mooi resultaat. We hoorden dat ook hoop uitstraalt. En het doet me denken aan een van de weinige positieve gevolgen die ik zelf heb ondervonden aan deze crisis, is het ontmoeten van mensen die ik anders wellicht niet had ontmoet. Zoals mijn vijf collega's hier, die ik voordien eigenlijk niet kende, en nu hebben we mogen samenwerken. We zijn eigenlijk geen partners in crime, maar partners against crime. Leren kennen die zich inzetten voor de samenleving, die vragen blijven stellen, die oplossingen bieden. En ik ben zo dankbaar dat ik al deze mensen heb mogen leren kennen. En ik ben hen ook uiteraard persoonlijk heel erg dankbaar. En het meest van al ben ik natuurlijk mijn vrouw en mijn kinderen dankbaar. Ik kan het vertellen, ik ben gevaccineerd. Ik ben gevaccineerd tegen haat. Ik ben ingeënt met liefde. De liefde van mijn vrouw, de liefde van mijn kinderen en de liefde van mijn kleinkinderen. Vandaag, 13 november, is het ook de Internationale Dag van de Vriendelijkheid, International Day of Kindness. En ik durf te zeggen dat ik een vriendelijk persoon ben, en dus de meeste dagen van het jaar ben ik vriendelijk. Maar wee diegene die ooit aan die kleine mensjes komt, die zal het zich levenslang beklagen. Dan zal ik niet vriendelijk zijn. De beste mensjes. Ik eindig met een gedicht dat ik in maart van dit jaar schreef. In februari was ik een beetje terug door het slijkgat in een aantal kranten en ik heb dat gedicht toen anoniem gepost, maar dus nu geef ik toe dat het mijn gedicht is. En de titel is Van mutatie tot missie. Het virus muteert met kracht en gerichte incisie. De mens muteert tot tweedracht en slechte conditie. De media muteert, sensatie ondoordacht, een enge coalitie. Het beleid muteert, tot eenzijdige macht, een sluipende inquisitie. Tijd voor verweer, vreedzaam en zacht, met bewuste visie. Tijd voor ommekeer, gezamenlijke pracht, algemene petitie. Luister naar elkaar en leer. Elk kind dat lacht, dat is de nieuwe missie. Dank u. Bravo!
wellicht de zwaarste prijs moeten betalen voor zijn mening. Hij is ervoor ontslagen door zijn werkgever. Sam Brokken is hier vanavond helaas niet aanwezig. Hij is namelijk gisteren naar India vertrokken om zich daar definitief te vestigen. Maar Mark Sanders is deze week hem gaan opzoeken in België. En hij heeft speciaal voor jullie een boodschap ingesproken en hij heeft ook nog een primeur. Ja, ik heb altijd gehoopt, als ik in mijn leven ooit één steentje in de rivier kom verlengen, dat ik al heel blij mocht zijn. Door één steentje te verlengen in het water, is het misschien voldoende om een kleine richting in de stroom aan te passen. En ik hoop dat dat misschien dit moment in het leven mag zijn, want ik denk niet dat mensen in dit soort situatie willen blijven leven. Ik hoop het, Joop. Ja. Goedenavond allemaal. Het ogenblik waarop jullie dit te zien krijgen, sta ik, als ik het goed heb uitgerekend, net op mijn luchthaven van aankomst te sleuren met mijn hebben en mijn houden. Zoals jullie wellicht hebben vernomen, het gaat toch redelijk snel rond, heb ik gemerkt, heb ik in de tussentijd het land verlaten. En de redenen daarvoor zijn divers, maar om niet te fel uit te wijden, vooral omdat ik hier in België en na 8 maanden tot de constatatie ben gekomen dat ik hier heel weinig kansen zal krijgen in de toekomst om nog werk te vinden. Kom ook bij dat we allemaal wel merken dat we meer en meer naar een gesegregeerde samenleving beginnen te gaan. En ook hiervoor denk ik dat het niet onnuttig is voor mijn eigen kinderen om een vluchtweg te banen, zodanig dat als zij dat willen in de toekomst, mijn zoon is ondertussen 18, en dat blijkt ook wel zo, zou die graag ook heel snel volgen. Ik denk dat het van groot belang is voor jullie, voor de mensen die strijden, wij allemaal, dat we in verbinding blijven, in onze sterkte blijven staan en dat de groep mensen die hier nu aanwezig zijn, ook bij elkaar de kracht kunnen vinden om door de moeilijke periode die ons nog te wachten staat, want ik denk niet dat we het einde al bereikt hebben, om dit samen door te komen. En dat is ook een doel voor mij, en dat geldt ook voor jullie, van waaruit dat jullie ook blijven strijden. Denk ik dat het van groot belang is dat we dat ook allemaal samen blijven doen. Zoals collega Matthias wel al vaker heeft naar voren gebracht. Zodra er geen tegenstem meer is, is er geen enkele reden meer voor een overheid om niet door te drukken. En die tegenstem moet er blijven, zolang dat die tegenwind er is. Wordt het heel moeilijk om alles zomaar te laten passeren. Dus blijf in jullie sterkte staan. Blijf in verbinding met elkaar. Probeer steun en kracht te zoeken bij elkaar in de moeilijke momenten dat we nu nog voor ons hebben liggen. En ieder gaat er op een eigen manier mee om. En iedereen zal op zijn manier moeten proberen van die kracht bij zichzelf en bij die mensen rondom u te vinden. En dat zijn jullie, de mensen in de zaal. Geef die strijd niet op. Er is een toekomst en die toekomst moeten we bewaken. Moeten we bewaken voor onze kinderen, voor onszelf, maar ook voor de generaties die na ons komen. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis, daar ben ik zeker van. En er zal binnen dit en enkele jaren aan een nieuw maatschappelijk en een nieuw biomedisch model moeten gewerkt worden om terug de wereld een toekomst te bieden. Een wereld die mooi kan zijn en die we zelf in de hand moeten houden. Ik wens jullie een heel fijne avond daar. Ik heb spijt dat ik er niet kan bij zijn. Maar weet, ondanks het feit dat ik aan het sleuren ben met mijn valises op de luchthaven, op het moment dat dit wordt uitgezonden, dat ik zelfs even de moeite ga doen om hier aan te denken en met mijn gedachten bij jullie te zijn. Fijne avond.
mijn stem te laten horen via tegenwind. Ik merk dat dat redelijk veel in beweging heeft gezet. En ook wat mijn collega's allemaal hebben gebracht. Dat dat effectief veel mensen heeft aangezet om toch wat verder te kijken. En ik denk dat zij ook alle steun verdienen. Ik weet dat ze aan het werken zijn aan een internationale aflevering, of afleveringen, om beter te zijn. En ze kunnen al hun steun erin gebruiken. Dus ik stel voor, ook dat is een van de stemmen die we moeten laten horen. Is ook een van de stemmen die we moeten internationaliseren om dat draagvlak blijvend te voeden om toch een tegenwind of een headwind te blijven creëren. Steun hen, zodanig dat die tweede reeks headwind met een internationale cast met dezelfde impact mag genieten als wat wij hier hebben kunnen teweegbrengen nu in de laag.